Hallo iedereen, goedemorgen, welkom of goedemiddag of goedenavond. Welkom in een nieuwe video. Ik ben Lindsay en ik werk eigenlijk als transformatiecoach samen met mensen die blokkades en wonden aankijken om die te gaan transformeren, om eigenlijk hun beste leven te gaan vormgeven, om echt het meeste werk van hun leven te gaan maken. En als je dat ook wilt, dan kan je ook natuurlijk met mij samenwerken. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden ondertussen. Membership naar één op één. Dus er zijn ook verschillende prijsklassen als het ware. Dus kies echt wat dat er voor jou op dit moment van toepassing is. Want de bedoeling is dat jij het meeste eruit haalt en het meeste en het snelste vooruit gaat. Zwat, dat gezegd zijnde, vergeet ook niet te abonneren. Want door op mijn kanaal te abonneren, help je niet alleen om mij te helpen in het meer zichtbaar zijn naar andere mensen toe, zodat mijn boodschappen nog meer mensen gaan bereiken. Maar op die manier help je mij ook om te verbinden met jouw energie. En krijg ik veel eenvoudiger en veel gemakkelijker informatie door rond bepaalde thema's dat ik mag video's rond maken, rond wat dat er nodig is. En dat is ook iets wat mijn klanten meestal ook merken en zeggen van: oh, wauw, die video die je net gemaakt hebt, dat was echt hetgeen waar ik tegenaan liep en waar ik naar op zoek was. En nu heb jij daar een video rond gemaakt. Dus zo werkt het. Wanneer dat jij eigenlijk jouw energie een stuk uitwisselt door te liken, door een bericht te posten of te antwoorden, bedoel ik dan, of te abonneren, verbind je eigenlijk ook een stuk weer met mijn energie en zo kunnen we elkaar weer verder helpen. Nu, vandaag, waar gaat het over? Ik had daar gisteren ook al iets over gezegd in de video rond de reading met de mannelijke en vrouwelijke energieën. Maar vandaag gaat het eigenlijk echt over de dualiteit van en vooral ook de les van jouw diepste emoties. Oeh. Zwat. De dualiteit zien en het ervaren van allerlei emoties, dat gaat jou helpen om ook doorheen de diepste, zwaarste emoties te gaan. Want in tegenstelling tot wat je geleerd hebt, zijn die eigenlijk niet slechter of erger. Dus er hoeft ook geen oordeel te zijn over die diepste, zwaarste emoties, zodat er vaak en de meeste wel is. En dus in deze video ga ik jou uitleggen op welke manier je kan omgaan met deze diepste emoties. Eigenlijk meer nog, ik ga je een aantal inzichten geven, waardoor je beter gaat gaan begrijpen wat dat er eigenlijk gaande is. En voor mij is dat eigenlijk ook aan de hand van de dingen die ik ook de laatste dagen, de laatste weken en ook eigenlijk ook al langer zie gebeuren bij elk van mijn klanten en volgers. Want wanneer dat jij geleerd hebt hoe om te gaan met je diepste emoties, dan is dat eigenlijk als een soort van energetische code verankerd in jouw lichtlichaam, in jouw energie. Wat dan weer behulpzaam is bij het healende proces van de aarde. En zeker als lichtwerker ga je dan eigenlijk op die manier, een positieve manier, jouw eigen healing kunnen gebruiken, ook weer van anderen. Want klanten zullen aanhaken aan jouw energie om die code te kopiëren, als het ware. Dat gebeurt natuurlijk onbewust, op energetisch niveau. En zo leer jij hen hoe dat zij hun pijn, wat aanvankelijk een heel negatieve waarde heeft in hun leven, om die negatieve kwaliteit, die negatieve magneet, om dat te gaan ompolen. Want uiteindelijk wil niemand nog liever die lachtrende emoties en die negatief geladen emoties voelen. En daarom nemen mensen contact op met jou. Zeker als je lichtwerk bent, tweelingblam. Of zelfs gewoon als jij in een goede vibe zit, dat je goed voelt en mensen zien dat je aan het veranderen bent, gaan ze nieuwsgierig worden, gaan ze vragen beginnen stellen. En dat is dus eigenlijk de reden. Ze willen een stukje aanhaken aan welke sleutel, welke oplossingen jij hebt en dat zij nog niet aankunnen of nog niet weten. Nu, dit is geen spiritueel ondernemerscursus, maar mocht je dat willen, dan kan je natuurlijk ook altijd het jaartraject spirituele ondernemer volgen. En daar ga ik natuurlijk wel nog veel dieper in op de dynamiek en hoe dat dan ook werkt naar klanten toe en zo. Maar dat gaan we hier nu niet doen. Emoties, diepste emoties. Als je terugkijkt naar het verleden, dan ga je merken dat iedereen eigenlijk geconditioneerd is om te gaan geloven dat wanneer je diepste emoties uit en dat deelt met de wereld, dat je hiervoor veroordeeld zal worden. De vrouwelijke energie van die emoties werd onderdrukt. Niet omdat het slecht of kwaadaardig was, maar wel omdat het superkrachtig is en de elite liever niet wou dat mensen in hun kracht werden gezet. Nu, jouw emoties zijn immers ook verbonden met jouw ziel. En ze tonen jou waar je ergens bent op het pad van jouw ziel. Dus vanuit die controle en de hebzucht werd de vrouwelijke energie letterlijk de mond gesnoerd. In dit stuk werd controle en hebzucht verbonden dus met die vervormde mannelijke energie. Maar let op, wat wil ik wel meegeven, dat de vrouwelijke energie ook gedurende een hele lange tijd de mannelijke energie gecontroleerd heeft,
vanuit angst voor de kracht van de mannelijke energie. Maar dat is voor een andere blog, een andere video. Ik heb er ook al dingen over geschreven in vorige blogs en vorige vlogs. Dus ga gerust eens kijken op mijn website of hier op mijn kanaal. Dus maar dat maakte dat wij onszelf ook afgesloten hebben van liefde. Want we hadden natuurlijk geleerd dat heftige emoties oncontroleerbaar waren. En dat je hierdoor in de problemen kon komen. Maar elke emotie dat je ervaart en die door je heen wenst te stromen, maakt een onderdeel uit van jouw lessen over dualiteit. Het is een onderdeel van jouw leerprogramma om uiteindelijk weer tot die eenheid te kunnen komen. Dus het is je kan er niet van onderuit. Het is een verplichte cursus, een verplichte. Ja, zoals ze anoniem zeggen, het is verplicht en je kunt geen vrijstelling hiervoor krijgen. Jammer. Maar dus angst voor die negatieve emoties is ook een illusie. Want zolang je ze wegduwt, gaan ze naar boven blijven komen. En eigenlijk altijd maar heftiger en heviger en overweldigender. En daar ga ik straks nog iets over zeggen. Maar net, waarom komt dat geld allemaal terug? Net omdat de bedoeling is dat je die dualiteit volledig omarmt. Niet alleen je lichte, liefdevolle kant, maar, en zelfs misschien nog meer, ook je donkere, je destructieve kant. En dus door te gaan kijken vanuit dat hogere bewustzijn, door te gaan kijken vanuit het standpunt van je ziel, dan ga je kunnen zien hoe dat die mind en het ego eigenlijk alles veel complexer probeert te maken dan het uiteindelijk is. En dat heeft te maken met een oerwonde, dat ik nu ga uitleggen. Dus van zodra we eigenlijk afgesplitst zijn van de bron als de ziel, ontstond onmiddellijk die duale emotie verbonden aan onvoorwaardelijke liefde. Dus je hebt onvoorwaardelijke liefde, maar onmiddellijk konden we ook die andere emotie ervaren, en dat is namelijk verdriet. Nu, alle pijnen dat we ervaren, komen voort uit die ene diepe wonde. De schijnbare afscheiding van de bron, waar dat we, toen dat we nog daarmee verbonden waren, eigenlijk enkel eenheid en onvoorwaardelijke liefde konden ervaren. Nu, let op, we zijn er nog altijd mee verbonden. Maar dus, er kwam een extra illusie. En dus dat betekent dat verdriet in al zijn glorie aan het andere spectrum staat dan onvoorwaardelijke liefde. Dus net zoals hij plus en min had, boven en beneden, voor en achter is er ook onvoorwaardelijke liefde, verdriet. En het is aan jou de keuze om te kiezen waar je op focust. Want waar je aandacht naartoe gaat, dat is het punt van aantrekking voor jouw energie. Dus dat wil zeggen, hoe meer je focust op dat verdriet, hoe meer zaken je zal hier, dat je zal aantrekken en je zal ervaren die eigenlijk dat verdriet gaan bevestigen. En ja, je hoeft en je moet zelfs die emotie aankijken. Dus je moet er ook eventjes op focussen. Maar voornamelijk om te gaan begrijpen van waar dat vandaan komt. Zodanig dat je ook die andere emotie van, de andere kant van de emotie, dus de duale kant van die emotie, kan gaan aantrekken. Elke emotie heeft een tegenoverstaande, heeft een duale emotie, een tegenoverstaande, een spiegelende emotie, is hetgeen wat ik hoor. Dus ze zeggen, ga voor jezelf eens gaan zoeken van, maak ze oefeningen en overloop verschillende emoties en probeer dan eigenlijk tegenoverstaande te gaan vinden. Emoties proberen te verklaren, proberen te controleren, heeft eigenlijk te maken met het feit dat je jezelf wil beschermen. En dat is heel begrijpelijk, want je ervaarde in het verleden veel verdriet, ontgoocheling en wat dan ook. Maar net jouw emoties proberen te controleren, zorgt er enkel voor dat ze nog meer overweldigend worden. En net die weerstand die je hebt tegen gelijk welke emoties, niet alleen tegen verdriet, maar tegen gelijk welke emotie, zorgt ervoor dat ze niet kunnen stromen. Dus net hetzelfde met onvoorwaardelijke liefde. Ook daar hebben heel veel mensen weerstand tegen. Emoties zijn als water. Daarom zijn ze ook verbonden met het waterelement. Maar dus, water vindt altijd een uitweg. Dus het is veel beter om mee te stromen in die emoties, want dan kan je ze gaan healen. Of eigenlijk, hetgeen wat ik hoor is, emoties healen jou, genezen jou. Dus maak het niet te diep, overdenk emoties niet, ze dienen gevoeld te worden. Want als je emoties gaat gaan overdenken, dan creëer je enkel eigenlijk een nieuwe angst. Een angst door het verleden en voor de toekomst, waardoor je gewoon jezelf blokkeert. En dan is het punt waarop je zegt, dat mensen zeggen, ik zit vast, ik heb geen uitweg meer, ik zie het niet meer. Nu, weet dat de chaos die je soms ervaart, bedoeld is om van te leren. Maar dat komt voornamelijk ook van het ego, die alles wil te verklaren, terwijl hij op het pad van je ziel loopt. Dus ook hier zijn opnieuw geduld en overgave de sleutelwoorden. En ik weet, ik ga het nog duizenden en miljoenen keren zeggen, geduld en overgave. En het derde is eigenlijk vertrouwen. Vertrouwen in het pad, vertrouwen in dat je geleid wordt, vertrouwen dat je bent waar je moet zijn. Ongeacht
hoe leuk of hoe onaangenaam dat je dat vindt. Dus ongeacht waar je doorheen gaat, na verdriet en hartzeer, komt er altijd ook weer een heldere toekomst. Dus ga doorheen die emoties om ze te transmuteren. Net door ze aan te kijken, brengen ze in het licht, hè, breng ze naar boven, waardoor dat ze niet meer onbewust zijn. Dus ze zijn geen schaduw meer. Maar tegelijkertijd blijf ook niet te lang en enkel en alleen in die emoties zitten. Dat is goed voor even, maar niet te lang. Vaak wanneer ik merk dat een emotie blijft bovenkomen en ik kan het niet onmiddellijk transformeren, dan zeg ik van oké, ik geef mezelf nu een half uur de tijd of een uur de tijd om daar blijven in te hangen. En dan wentel ik mij ook helemaal in die emotie. Dus ga ik er echt letterlijk van in zitten. Soms misschien een beetje tot overdreven toe. Maar het helpt wel om er dan weer aan uit te schuiven. Want op dat moment blijf je niet in het verleden zitten. Je gaat vooruit, want je kracht die ligt altijd in het nu. Niet in het verleden. En dat is trouwens ook een van de redenen waarom ik zelden bewust werk met vorige levens. Tenzij dat naar boven komt en dat echt op je pad gelegd wordt door je team. Maar voor de rest hoef je dat eigenlijk niet allemaal te weten. Je hebt het reeds geïntegreerd in je ziel als wijsheid en je draagt het met je mee. Dus het is veel beter om nu dan te focussen op het verbinden daarmee met je wijsheid en met je ziel, dan te focussen op het onnodig herinneren. Want op die manier ga je zelf heel veel energie besparen. Dus open je hart en open je mind, je gedachten, voor oneindig veel mogelijkheden. Net zoveel als dat er realiteiten zijn. Want elke persoon, ook al zit je, zoals dat wij nu bijvoorbeeld met drie dames naar Kroatië gaan vanaf morgen. Dan gaan we eigenlijk drie verschillende ervaringen hebben van die reis, van die trip, dat we gaan, van die dingen dat we daar gaan doen. En dat is hoe dat werkt. Dus zoveel mensen dat er zijn, zoveel mensen, zoveel mogelijkheden zijn er. Nu, één manier om je emoties te transformeren is eigenlijk door het gebruik te maken van je mind. Dus waar je niet je mind laat gaan alles gaan controleren, ga je zelf je mind gaan gebruiken door jezelf een ander verhaal te vertellen. Want dan kan je eigenlijk jezelf stap voor stap, emotie voor emotie omhoog tellen, zodanig dat je iedere keer naar een volgende hogere emotie gaat gaan verbinden. Bijvoorbeeld, je voelt je boos. En dan begin je met te zeggen tegen jezelf van, ik herken dat ik me boos voel. En dan voel je van, oké, kan ik naar het volgende? Naar ontmoediging bijvoorbeeld. Dat kan zeggen, het voelt ontmoedigend aan als mensen me niet behandelen zoals ik zou willen. Bijvoorbeeld. Dan kan je zeggen van ja, ik ga gaan twijfelen aan wie ik ben. Dus twijfelen is eigenlijk nog een hogere emotie, waardoor ik ontgoocheling voel. Dat is nog een hogere emotie. En dan ga je eigenlijk altijd maar hoger en hoger en hoger en hoger, totdat je uiteindelijk ook weer hoopvol, weer positief kan zijn. Waarop dat je eigenlijk weer gaat gaan geloven in de mensen om je heen. Dat je weer je kan verbinden met de passie, dat je weer kan verbinden met het enthousiasme en blij voelen. Dat je weer kan verbinden met vrijheid, liefde en geluk, want dat zijn de hoogst trillende emoties. Dus dat is één manier om je uit je zwaardere emotie te gaan liften. Je gebruikt je mind dus eigenlijk om iets wat controle te krijgen over je emoties. Nu, ook hier is het wel belangrijk om die dualiteit in alles te zien en om dat te gaan omarmen. Dus als je die techniek gaat toepassen om die emoties niet aan te kijken, dan gaat het niet werken. Want wanneer dat emoties overweldigend aanvoelen, dan is dat zoals je ondertussen weet, voornamelijk omdat je weerstand hebt. En dus weerstand gaat zich ook op verschillende manieren gaan uiten. Nu, vaak is het ook zo dat angst voor die negatieve, zwaardere emoties er ook zijn. Angsten zijn naar boven aan het komen. Omdat die vaak door omstanders aan de maatschappij werden afgewezen. Dus wees daar bewust van. Kijk wat er gebeurt in jezelf. Kijk wat die emoties je wat tonen. Kijk welke gedachten er aan gekoppeld zijn. En dan heb je de kracht in het nu om dat te gaan transformeren, om het anders te gaan doen. Nu, weet dat waar dat er vroeger vaak geen ruimte was om dat stuk van onszelf te erkennen en te aanvaarden, zijn de tijden aan het veranderen. En dat is het iets wat we ook aan iedereen meegeven die met mij één op één samenwerkt. Elke emotie mag er zijn. Mijn klanten zijn soms boos op mij. Mijn klanten tonen hun verdriet. Mijn klanten tonen hun angst. En elke emotie mag er zijn. Ook blijheid, ook verdriet, alles geluk, door het dolle heen zijn. Alles mag er zijn. En voor alles is er ook ruimte voorzien. Maar weet dat wanneer dat het nog niet kan en mag in andere situaties, andere relaties, dat dat eigenlijk is omdat die laagtrillende emoties vaak ook de pijn in de anderen getriggerd heeft of getriggerd. En weet dat het eigenlijk niet jouw gedrag of emotie is die andere pijn gedaan heeft of pijn doet, maar dat enkel hun schaduwen is. Hun schaduwen dat ze zelf hebben, hun eigen angst voor die diepe, zware, donkere emoties
dat jij eigenlijk terug naar haar spiegelt. Dus zo zijn, kijk je angst in de ogen. Of het nu gaat, een angst rond geld, een angst met betrekking tot jezelf, of met betrekking tot die diepste, duisterste gedachten, of rond zaken die met seks te maken hebben, of wat dan ook. Ze mogen er allemaal zijn. Want het zijn en de maken onderdeel uit van wie dat je bent. Dus net door ze aan te kijken en door ze uit die dualiteit te halen, kun je de schaduw er rond gaan helen. Dus op dat moment hebben ze ook geen kracht meer op jou, waardoor dat je jou niet langer op een negatief, onbewuste manier kan beïnvloeden. En dat alles maakt deel uit van het ervaren van die dualiteit. Dus dualiteit in het fysieke, dualiteit in emoties, dualiteit in het mentale en dualiteit in het energetische, waar dat eigenlijk geen dualiteit meer is. Om uiteindelijk tot eenheid te kunnen komen. Maar ook hier, maak het niet te diep. Dus probeer zo vaak mogelijk naar je emoties te kijken als een barometer, want uiteindelijk wil ze jou iets zeggen. Omarm ze. Maar geef ze niet meer betekenis dan wat ze zijn. En weet dat de chaos en overweldiging die je soms voelt, eigenlijk enkel een teken is dat er ergens weerstand is. Dat je niet volledig meestroomt in wat er door je heen probeert te stromen. Zelfs ook gewoon te stromen zodat je het kwijt bent. Dus in plaats van emoties te verklaren, ga eerst ze gaan doorvoelen. Want weerstand, zoals ik daarnet zei, weerstand maakt die emoties overweldigen, waardoor je ego dan gaat denken dat je jezelf moet gaan beschermen. En dan zit je eigenlijk constant weer in die vicieuze cirkel. En net dat wil je gaan doorbreken. Dus wees bewust van wat er in jouw energie het punt van aantrekking is. En dan kan je het gaan veranderen. Want nogmaals, je loopt op het pad van je ziel. Niet van je ego, niet van je persoonlijkheid, maar het pad van je ziel. En dus val niet in de illusie dat alles moet verklaard worden door het logische verstand. Hoe meer je nog in dat hogere bewustzijn zit, hoe meer vrede dat je daar ook wel gaat in vinden. Om het soms gewoon niet te begrijpen. En dat is oké. Okay. Maar heb geduld met jezelf en geef jezelf volledig over aan het pad van je ziel. En dan ga je merken dat zo'n dingen zoveel gemakkelijker, niet altijd gemakkelijker, maar zoveel moeitelozer gaan. Je moet er niet aan trekken en sleuren. Zo, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En dan zie ik jou binnenkort in een nieuwe video. En wellicht post ik iets over Kroatië.